De Nationale Assemblée heeft vandaag 5 ontwerpwetten om vreemdelingen de Surinaamse nationaliteit te verlenen behandeld. Het gaat om bijkans 444 personen die gevraagd hebben om de Surinaamse nationaliteit te verkrijgen. Hun minderjarige kinderen krijgen automatisch de nieuwe nationaliteit van de ouders. De commissie die de openbare behandeling heeft voorbereid, staat onder leiding van parlementariër Grace Watamaleo. Het gaat bij naturalisatie over het algemeen om een technische behandeling van de wet, zegt Watamaleo. We weten dat er digitaal wordt, dat men online kan registreren of aanvraag kan doen tot naturalisatie. Onze vraag is hoe zal het staan met de ambtsberichten die wij gaan krijgen als parlementaris, als commissie, om deze te kunnen onderzoeken, om zaken dus door te nemen. Verder, voorzitter. Ingevolge artikel 8 is toch wel belangrijk om te weten dat ingevolge artikel 8 van de wet op de nationaliteit en inzetenschap kunnen vreemdelingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen een verzoek bij de staat indienen ter verkrijging van de Surinaamse nationaliteit middels naturalisatie. Naturalisatie is niets anders dan het verlenen van de nationaliteit aan een vreemdeling op dienstverzoek. Daarbij moet men aan verschillende voorwaarden voldoen. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat je 5 jaar een legaal verblijf in Suriname moet hebben. Dat betekent dat je hier moet hebben gewoond met een geldige toelatingsvergunning. Jouw wonen moet onafgebroken zijn. Behoudens het bewijs van het tegendeel wordt iemand geacht te wonen waar hij in het bevolkingsregister staat ingeschreven. Met de eis van 5 jaren wonen in het land wordt iemand geacht voldoende te zijn ingeburgerd. Dat was commissievoorzitter Grace Watamaleo. De Nationale Assemblée heeft vandaag 5 ontwerpwetten om vreemdelingen de Surinaamse nationaliteit te verlenen behandeld. Het gaat om bijkans 444 personen die gevraagd hebben om de Surinaamse nationaliteit te verkrijgen.